En we hebben deelgenomen aan het comité-generaal. En wij hebben ook gevraagd, namelijk dat gelet op de informatie die we gehad hebben van de president, van de regering, dat de geheimhouding opgeheven moest worden, omdat wij niet vonden dat er zaken daar gepresenteerd zijn die het karakter hadden van geheimhouding. En daaromtrent is beslist dat alleen de resolutie die de president gegeven heeft namens de regering aan de procureur-generaal, dat de geheimhouding daarvan opgeheven wordt. Dus daarover mag er wel gesproken worden. Voor de rest, alles wat daar binnen gezegd is, is geheim. Wij van de vier oppositionele partijen, die hebben ook een standpunt ingenomen. En ons standpunt is namelijk dat er wel een instructie gegeven kan zijn door de regering aan de procureur-generaal. Maar uiteindelijk is het de rechterlijke macht die daarover een uitspraak gaat doen en niet de regering. Tweede wat we zeggen, regering, wij van de oppositiepartijen, wij wensen de garantie voor de waarborging van die onafhankelijke rechterlijke macht. En dat die onafhankelijkheid van de rechterlijke macht ook gewaarborgd dient te worden. En dat alle rechterlijke beslissingen ook gerespecteerd dienen te worden. Wij hebben ook gevraagd, namelijk dat in deze specifieke zaak de regering alles doet dat de rechters onafhankelijk, onbevreesd, onbelemmerd hun werk mogen doen als rechters bij de rechterlijke macht, Casico, bij de krijgsraad. Ons standpunt is, dit document, de resolutie waarin de opdracht van de regering vervat is naar de procureur-generaal, is nu onderdeel geworden van het besluitvormingsproces bij de rechterlijke macht. En wij kijken uit naar wat het besluit zal zijn van de rechterlijke macht. Wat houdt dit document de grote lijnen in? Het is een heel lijvig document, het is een resolutie van de regering. Dat wil zeggen dat alle ministers, vicepresident en de president dat getekend moeten hebben. En het is een resolutie waarin de opdracht, het bevel is gegeven aan de procureur-generaal om in de specifieke zaak die morgen dient, namelijk niet te vervolgen of niet verder te vervolgen. Stopzetten of schorsen? Niet vervolgen of niet verder vervolgen. Stopzetting dus? Ik zeg, er wordt gevraagd wat erin staat. Ik kan toch niks anders zeggen dan wat erin staat. Niet vervolgen of niet verder vervolgen. Meneer Santok, is het aanvechtbaar? Ik denk dat alles wat de regering tot nog toe gedaan heeft, een standpunt is van de regering. Een inzicht is van de regering. Morgen is de regering niet in de rechtszaal. Daar heb je het Openbaar Ministerie, vertegenwoordigd door de auditeur militair. Daar heb je de raadslieden van de verdachten. Daar heb je de krijgsraad. Daar wordt de juridische strijd morgen geleverd. Niet daarbuiten. De juridische strijd wordt morgen daar geleverd. Wij hebben in ieder geval als oppositie een duidelijk standpunt. Namelijk, het artikel 148 geeft heel duidelijk aan in welke gevallen je instructies zou mogen geven aan de procureur-generaal. En dat is als er een staatsgevaar bestaat. Nou, de regering heeft dat in de resolutie aangegeven. Ik zeg, de toetsing moet daar morgen plaatsvinden of dat zo is. Dus ik zeg, die resolutie is nu ook een juridisch document geworden. Waar de resolutie een regeringsdocument was, waar de resolutie een soort ambtelijk document was, op het moment dat het beland is bij de rechtszaal. En ik neem aan dat de procureur-generaal die instructie al gehad heeft, dat vormt een onderdeel van alle andere juridische documenten waarover een uitspraak gedaan zal worden door de rechterlijke macht. Wat staat er te gebeuren nu vanuit de oppositie of vanuit de partij? Nou, in ieder geval, alle partijen gaat instructies geven aan hun leden, wat we horen. En ik ben ook benieuwd wat morgen gaat gebeuren in de rechtszaal.
volgens de uitleg van de president, wie is in gevaar? Wie is in gevaar? Ja, dus er is toch een staatsgevaar. Wie is in gevaar? Nou, in ieder geval, ik heb niet gezien wat in de resolutie staat, maar dat zeg ik toch. Morgen is het bij de kroontafel, dan gaan ze daar checken of het correct is. Moeten samen de leven en zich zorgen maken? Nou, laat me even aangeven. Heeft wat iets gehoord dat die nee, samenleving kijk, bang is? Kijk, dus even mensen, in de resolutie, ik denk dat het een hele dikke resolutie is. Van zeker 7, 8, 9, 10 pagina's, want de president was zeker een uur bezig om dat allemaal voor te lezen. Maar in de resolutie staat ook namelijk dat gewapende machten gehoord zijn. Centrale inlichting- en veiligheidsdiensten gehoord zijn. En ik ken het resultaat van dat horen niet. Dat zal de president zelf weten waarom hij dat opgenomen heeft.